Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Siniak Pietje Bel. Onze burgemeester Abu Talib is verkozen tot de meest populaire politicus van heel Nederland. We vroegen hem en de mensen op straat wat ze ervan vonden. Laat me je de stad tonen waarvan ik ben gaan houden. Zwier mee over het Wena met zijn hoge flatgebouwen. Zie je daar aan het einde al het prachtige Hofplein. Gefeliciteerd, u bent gekozen tot de populairste politicus van Nederland. En ja, hoe voelt dat? Nou, dat voelt heel prettig als kennelijk heel veel mensen in Nederland vinden dat je wat je doet en wat je zegt, dat dat in de goede aarde valt. Dat mensen dat waarderen. Als je als politicus voor je functioneren een 7,5 gemiddeld krijgt, dwars door het hele politieke spectrum in Nederland, dan is dat buitengewoon bemoedigend. Maar het dwingt ook tot bescheidenheid. Het blijkt dat burgemeester Abu Talib dus de populairste politicus is. Wat vindt u daar? Uitstekend. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Want ik heb ooit een probleem gehad in verband met veiligheid. En toen heb ik dus de burgemeester een e-mail gestuurd. En groot was mijn verbazing dat hij me op zaterdagavond opbelde om te vragen hoe hij dat kon oplossen. En ik vond het geweldig. En hij heeft de actie op ondernomen. En ik vind echt dat wij een hele goede burgemeester hebben. Ik ben heel trots op onze burgemeester. Stadhuis, en dit hier is de meent. De straat die de Coolsingel kruist. Geef je geld uit in de koopgoot. Er is ie voor. Oh, ik vind dat wel terecht. Hij komt tenminste voor zijn mening uit. Zou meer Nederlanders ook moeten doen. Maar dan ook niet zo ongenuanceerd. Dat, zoals de gemiddelde Nederlander dat doet. Maar hij komt bij mij ook zeer sympathiek. Straightforward en capabel over, ook als burgemeester. En wat denkt u dat hem zo populair heeft gemaakt? Zijn eerlijkheid, zijn manier van besturen, ook hier in Rotterdam. Hetgeen hij ook al bewezen heeft in Amsterdam, voordat hij hier naartoe kwam. En het is gewoon een carrière-makende politicus die doet wat hij moet doen. Op zijn manier. En dat komt bij mij heel positief over. Oké, en heeft het Rotterdam verbeterd of juist verslechterd? Nou, we moeten natuurlijk niet te veel credit geven aan een burgemeester. Een burgemeester heeft maar een beperkte invloed. Maar ik geloof wel dat hij positief bijdraagt aan het verdere ontwikkelen van Rotterdam. En dan met name tussen de verschillende bevolkingsgroepen die hier woonachtig zijn. Dat geloof ik wel. Oké, bedankt voor het interview. Graag gedaan. De allermooiste grootstad die er is. Dank u. Een nieuwe aflevering van het Charles TV Wijkjournaal. In Charloes allemaal. Welkom in Charloes. Welkom in Charloes. Welkom in de Charloes. We hebben tot en met 24 april de tentoonstelling Vooruitzicht. Daarin zijn tekeningen van Pim van Halem. Die heeft hij gemaakt toen hij in de Noordoostpolder 4 weken was. In het atelier van Rolina Nel. Mm-hmm. Rolina Nel maakt schilderijen van mensen die in de Noordoostpolder wonen. En verder hebben we een film van Connie Beneden, die heet De Overkant. En die gaat eigenlijk over de reis naar het nieuwe land, naar de belofte van de toekomst. Denk hoor, was het 15 maart? Ja, en vandaag is South Explorer. Mm-hmm. Op 11 april hebben we nog een concert in de galerie. We hebben een bijdrage gekregen van Gebiedscommissie Charloes om dit jaar 6 kleine concerten te organiseren. En dat is op 11 april
Dan treedt Doeks op, een jonge zangeres van het conservatorium die een soort indie pop muziek zingt met een lichte beat eronder. Het schijnt heel intiem en fijne muziek te zijn. Galerie Hommers, Sjaarloze Kerk, singel 14. Sjaarloos aan het water is een initiatief van Vitabuk Architects en Stedelings 010. Een nieuwe culturele projectruimte aan de Maashaven. Een eerste publieke plek aan het waterfront van Sjaarloos. Tijdens South Explorer presenteerde het paviljoen Sjaarloos aan het water het interactieve onderzoeksproject Charmeus Sjaarloos. En kon men er terecht voor filmscreenings, aanzichtkaarten, producten uit Sjaarloos en diverse ontwerpstudies met betrekking tot het paviljoen en de omgeving aan het water. Sjaarloos aan het water is open voor presentaties, tentoonstellingen, ontmoetingen en sociale bijeenkomsten. En richt zich op een breed publiek dat geïnteresseerd is om het beste dat Rotterdam-Zuid te bieden heeft, te delen en te beleven vanuit het zicht op de Rotterdamse skyline. Dit is een heel bijzondere wijk. Pendrecht is ontworpen door Lotte Stambeze. Ja, klopt. De opzet van het pleintje zelf is nu helemaal niet veranderd. Alleen ongeveer 8 jaar geleden is de bestrating vernieuwd. En ja, ik vind het jammer dat men dus niet de originele bestrating weer heeft teruggelegd. Ja, gelukkig wel na al die jaren. Ja, dat is ook wel gezellig, hè? Ja, een beetje gezellige winkeltjes. Ja, een bakkertje. Maar ja, dat zal nooit wel hier komen, want het is allemaal al geweest, hè? We gaan allemaal naar het grote plein daar. Nu is het alleen nog van, zoek een zinvolle bestemming voor de winkels. Want je moet je voorstellen, in het begin zaten hier een bakker, een slager. Want dat was namelijk ook de insteek van Lotte Stambeze. Dat de bewoners moesten in de buurt hun boodschappen kunnen halen. De 3 andere buurtwinkelcentra in Pendrecht zijn inmiddels allemaal afgebroken. Dit is de enige die nog staat. En er was ooit een plan om hier kunstenaars in onder te brengen. Ja, is natuurlijk een heel leuk idee, maar het is nooit wat goed. Dus het Montmartre van Pendrecht hebben we helaas nooit gekregen. Nou, ik ben best optimistisch. We hebben natuurlijk met die moord op Zeddersewaris gewoon een vervelende tijd gehad. Sindsdien gaat het de goede kant op. Het gaat natuurlijk langzaam. Je kan niet 1, 2, 3 alles verbeteren. Er is in de wijk heel veel aan herstructurering gedaan. Er zijn nieuwe woningen gebouwd. Ook op sociaal vlak is er van alles gebeurd. Dus ik zie de toekomst zonnig tegemoet. Het Korps Marinier bestaat 350 jaar. Speciaal daarvoor lanceerde de RET in samenwerking met andere partners een nieuwe beplakte tram. Ja, we staan dus bij het Stadhuisplein en net is er dus de marinierstram langs geweest. En waarom is dat? Nou, de mariniers zijn 350 jaar geleden opgericht. En al die jaren zijn de mariniers verbonden met de stad Rotterdam. We hebben hier de Vergentkazerne. Daar worden bijna alle mariniers in Nederland opgeleid. En wij hebben een hele mooie geschiedenis tussen de mariniers en de stad Rotterdam. En dan ook nog in de Tweede Wereldoorlog.
is het zo dat de mariniers met toentertijd hele schamele wapens die ze hadden, geprobeerd hebben de Duitsers bij de bruggen tegen te houden. En dat hebben ze jarenlang, dagenlang kunnen volhouden. Dus Rotterdam is veel dank verschuldigd aan de mariniers. En Rotterdam en de mariniers hebben een mooie band. En het is mooi dat deze tram nu door de stad rijdt als een soort dankbetuiging aan al die mariniers die voor Nederland en heel bijzonder voor Rotterdam hebben gevochten. En blijft de tram rijden? Nou, hij blijft voorlopig rijden. Hij blijft niet voor de eeuwigheid rijden. Dank overigens ook aan de RIT die meegewerkt heeft. Dat is ook een speciale stichting die hier ook geld aan heeft gegeven. Want het bestikkeren van de tram is heel duur. Maar hij blijft voorlopig rijden een aantal maanden. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. They wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm tryna make it back home by Monday. Spirituele impulsen in Oost en West. Een verslag van een lezing in het WTC. Mijn naam is Bianca Peters en namens het Theosofisch Genootschap geef ik vanavond een lezing hier in het WTC-gebouw in Rotterdam. Over spirituele impulsen in Oost en West, zoals de titel luidt. En waar spreken we dan over? Dan gaat het over de gedachte dat op gezette tijden boodschappers vanuit de universele theosofische beweging bij de mensheid komen om hen te onderrichten in de oude wijsheid. En eigenlijk is die oude wijsheid de leer waarbij gedachten aangereikt worden, hypothesen, zo u wilt, die met behulp van die hypothese zou je het wezen van de mens en van de natuur en van de kosmos, de vragen die je daarover hebt, moeten kunnen beantwoorden. Het is dus een universele idee, die oude wijsheid. Nou, die komen, die gedachten die worden gebracht door verschillende boodschappers op verschillende tijden. En die worden gekleed in een vorm, in een taal, in een verhaal dat past bij de mensheid die op dat moment deze spirituele wijsheden krijgt, zodat ze die ook kunnen begrijpen. Hartelijk bedankt voor het kijken naar Cineac Pietje Bel. Volg ons ook op YouTube, Facebook en Twitter.